Wie is de Mol Recap? Aflevering 9. De finale gaat van start met 4 kandidaten, dat is wel apart. Het is hun laatste kans om de mol te vinden en alles met elkaar te verbinden. Maar eerst abseilen, dat vindt Ranomi cool. Bij de Anian Soy klinkt minder gejoel. Eerst over een eng bruggetje lopen. Die zit goed vast, mag ik hopen. De abvallers hadden een boodschap. Het is handig als je die snapt. Belangrijk is een goede tactiek, want dan hoor je Complot Aniek. De telefoon opnemen is dan wel prioriteit, maar daarvoor had Daniel geen tijd. Hij vond naar beneden gaan al eng genoeg, het is ook wat al dat gezwoeg. Maar in welk kiesje zit het geld verborgen? Ranomi weet veel, maak je geen zorgen. Het helft van het geld mist, want ze kiezen de 1000 euro kist. Ook nu kan Rick het niet laten, want iemand moet het spel verlaten. Zoe mag helaas niet door naar de finale, dat is voor hem wel balen. Dan stappen ze in een boot, die gaat echt snel, echt idioot. De blauwe tas die raakt kwijt, dat is iets wat ik de mol verwijt. De kandidaten hebben erg veel lol, maar het allermeeste natuurlijk de mol, want er kwam geen geld in de pot, dat vindt de mol super zot. Dan mag je met je mol praten, kijk hoe leuk ze voor elkaar zaten. Naar de mol gaan wij nog heel even jagen, het antwoord krijgen we over een paar dagen.